We willen een interview houden over de werking van de hersenen. Daarvoor hebben we een afspraak met de beste persoon die we daarvoor konden verzinnen, professor Frens, hoogleraar systeemfysiologie. Aan de telefoon klonk hij wel aardig. Van lichamelijke intelligentie, dus niet over een cognitieve intelligentie, van dat je makkelijk kunt leren. Dat waren alle vragen. Ja, volgens mij. Nog een paar dagen en dan is mijn presentatie. Waar zal ik het toch over doen? Klonen? Nee. Het mestoverschot? Landbouwbeleid? Nee. Oh, waarom weet ik toch niks leuks? Anorexia? Drugs? ADHD? Mijn presentatie. We hebben een poster gemaakt. Iedereen heeft wat gedaan. De opdracht is...